Vorige week maakte VVV-directeur Anja Niewiera op de nieuwjaarsreceptie van het VVV bekend dat er een nieuw ticket online boekingssysteem zou komen. Een systeem dat goed is voor alle evenementen in Valkenburg aan de Geul. Natuurlijk ook voor kerststad Valkenburg, want vorig jaar kwamen 1 miljoen mensen naar Valkenburg. We vroegen reacties aan wethouder Jan Vermeer zometeen, maar eerst aan de voorzitter van Stichting Kerststad, Gert Veenhuizen. Hoe staat Stichting Kerststad tegenover het nieuwe initiatief van het VVV voor een online boekingssysteem in het werk of in het leven te roepen? Ja, ik denk een vooruitstrevend streven natuurlijk, maar er zijn natuurlijk nog wel wat meer problemen die opgelost moeten worden voordat het allemaal helemaal vlekkeloos werkt. En uiteindelijk misschien ook wel de opzet van het hele verhaal is. Maar jullie zien wel iets in dat online boekingssysteem? Ja, natuurlijk. Ieder initiatief natuurlijk moet je welkom heten. En ik neem aan de VVV kennen dat ze daar ook heel goed over na hebben gedacht. Ik zei al in de intro, 1 miljoen mensen naar kerststad Valkenburg. Wat zijn jullie andere plannen misschien om dat, die grote massa te kunnen beheersen? Nou ja, op dit moment is natuurlijk een aantal evaluaties die gepland staan. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat we weten wat alle hobbels zijn die we eventueel nog te overwinnen hebben. Wat heel belangrijk is, wat is goed gegaan. En wat moeten we vooral niet vergeten. En dan uiteindelijk uit die evaluatie zal iets komen waarvan we zeggen van nou, dan moeten we mee aan het werk. En misschien nog meer activiteiten, maar dat zijn een aantal opties. Dus met andere woorden, kijken naar nog meer mensen, maar dan meer spreiden. Ja, ik denk dat er nog vele mogelijkheden liggen. En dat we vooral niet moeten zeggen van Valkenburg was op slot. Want ja, aan ons is het een uitdaging met alle grotten en alle evenementen. En de gemeente natuurlijk de belangrijkste partner in ons midden. En ik weet zeker dat we daaruit gaan komen. Onlangs liet het gemeentebestuur weten te zoeken naar oplossingen om grote mensenmassa's in veiligere banen te leiden. Het zogenaamde crowd management. De vraag rijst of een ticketservice een van de oplossingen is. U bedoelt het voorstel van de VVV. Nee, dat is de oplossing, die is er nog niet natuurlijk. De VVV die hebben heel veel energie gestoken, ook in het product Kerststad Valkenburg. En we hebben natuurlijk ook in de krant gelezen dat we tegen grenzen aan zijn gelopen. En zij zijn erbij gebaat, wij zijn erbij gebaat en de ondernemers van Valkenburg zijn erbij gebaat dat wij die grenzen niet respecteren, maar dat we de grenzen gaan verleggen. Maar hoe staat het gemeentebestuur tegenover dat initiatief van het VVV? Nou, het is niet alleen dat initiatief. Het is eigenlijk te vroeg om erop vooruit te lopen, want dat is niet de enige oplossing. En misschien maakt het ook wel geen deel uit van de uiteindelijke oplossingen, want het zal een verzameling van oplossingen moeten zijn. Het gaat dan over bereikbaarheid, het gaat over parkeren, het gaat over wegwijs maken aan mensen. En wat heel belangrijk is in de overwegingen die we nu gaan maken, dat is dat we hebben een fantastisch winterseizoen, Kerststad Valkenburg. We moeten oppassen dat we het niet leeg gaan trekken. We moeten zorgen dat we het gaan cultiveren. Verder uitbouwen en niet tegen grenzen aanlopen, maar die grenzen steeds verder verleggen met behoud of met verbetering van kwaliteit. Zodat we er jarenlang plezier van kunnen hebben.